Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op tweede kerstdag 26 december. Op de satellietfoto is het moeilijk te zien, maar er is veel bewolking boven Nederland. Alleen in het zuiden van het land zijn opklaringen. En daar is de temperatuur vanochtend het laagst, zo rond 1 à 2 graden. Elders in het noorden is het zo'n 5 tot 6 graden, maar daar is dus wel veel bewolking aanwezig. In het zuiden vanmiddag wel wat opklaringen en zon, maar die bewolking blijft in het midden en noorden aanwezig en de temperatuur loopt op naar zo'n 5 tot 8 graden. Verder waait er een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat is ook vanavond het geval. Dan koelt het in de avond ook weer sterk af in het zuiden. Met temperaturen die richting het vriespunt gaan. En vannacht gaat het ook licht vriezen daar. Morgen wat meer zon, denk ik. Vanuit het zuiden, binnen opklaringen terrein. Ook in het midden van het land kan dan de zon wat vaker doorbreken. Het wordt zo'n 4 tot 5 graden. In het noordwesten is het iets zachter. Vrijdag en zaterdag ook wolkenvelden en opklaringen bij temperaturen op vrijdag rond de 5 graden. In het weekeinde gaat de temperatuur verder omhoog, wordt het 8 tot 10 graden. Maar dan kan er wel een spatje regen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne tweede kerstdag.